Vandaag vouwen we een Kusudama. Een Kusudama is een feestballon. En het is natuurlijk een feest om het schooljaar weer te starten. En het is ook gezellig om iets leuks te maken voor het raam, zodat het er weer een beetje gezellig uitziet in de klas. Voor een Kusudama ben je 6 elementen nodig. We gaan 6 elementen vouwen. Je kiest 3 verschillende kleuren. Tenminste, dat is het mooist. En van ieder stand 2 blaadjes. Nou, ik begin met de groene. Ik vouw hem recht naar de overkant. Punten op elkaar. Mooi scherp dreven met de vinger overheen. En ik heb een rechte vouw gemaakt. Draaiblaadje. Ik maak ook een rechte vouw aan deze kant. Vinger eroverheen. En ik heb een recht kruis. Ik wil 16 vierkantjes, dus ik vouw nu naar de middenlijn. Ik noem dit een kastdeur. En ik maak aan de andere kant ook een kastdeur. De kastdeuren gaan weer open. Ik heb als het ware 8 rechthoeken gevouwen. En hetzelfde doe ik aan de andere kant. Naar de middenlijn. Nog een kastdeur. En ik heb 16 vierkantjes gevouwen. Ik maak ook nog een schuin kruis. Ik leg het vouwblad scheef. Punt op de punt. En ik maak een schuin vouw. Die doe ik precies hetzelfde aan de andere kant, zodat er een schuin kruis ontstaat. Ik vouw het blaadje weer open. Schuin kruis heb ik gemaakt en ik heb 16 vierkantjes. Een basisvouwsel is de molenbasis en die ga ik maken. Voor de molenbasis vouw ik ze weer dubbel. Maak de grote kast. En van de grote kast vouw ik de kleine kast. Nou, nu komt even een trucje. Molenbasis, een molen heeft wieken. De wieken die moet ik er hier als het ware uithalen. Ik heb daar een voorvouw voor gemaakt, dus dit gaat makkelijk. En ik duw hem plat. Doe ik ook aan de andere kant. Trek de punt eruit. Als het een beetje moeilijk gaat, duw je je vinger er even in en kan je hem ook plat duwen. En dit doe ik ook aan deze kant. Nog een wiek erbij. En nog een wiek erbij. Dit noemen ze ook wel de dubbele boot. Nou, molenbasis, waar een molenbasis? Als ik er 2 wieken nu even een stukje draai, zie ik een molentje. Nou, de molenbasis is klaar. De start is gemaakt. Ik zet een wiek omhoog, duw mijn vinger erin en ik duw het vierkant plat. Aan deze kant ook. Duw het vierkant plat. Vinger erin en plat duwen. Vinger erin en plat duwen. En ik heb 4 vierkantjes gemaakt. Vliegers ga ik vouwen. Wat is belangrijk? Ik begin in het midden. Anders kan ik ze straks niet openmaken. Dus de punt begint in het midden. Vouw tegen de middenlijn. Vouw tegen de middenlijn. En ik zie hier een vliegertje ontstaan. Hier maak ik ook een vliegertje. En hier ook. Tegen de schuine lijn. Wat dus belangrijk is, is dat de hoekjes vrij blijven. Anders kan ik ze straks niet openvouwen. Als het ware heb ik 4 kleine vliegers gemaakt. Ik zet de punt omhoog. Duw mijn vinger erin. En ik duw hem plat. Dat doe ik bij die daarnaast ook. Een Kusudama bestaat dus uit 6 van deze elementen. Als het ware zijn dit de bloemen. Dus dit zijn alle bloemblaadjes. Die zorgen ervoor als ik er 8 heb, dat er 1 mooie bloem ontstaat. Nou, even een tip van mij. Die elementen even onder een stapel boeken, zodat ze mooi plat worden. En meestal plak ik ook nog een hartje in het midden van de bloem. Dat doe ik dan met een andere kleur, zodat dat mooi vast blijft zitten en mooi plat blijft. Nou, hoe doe ik dat? Pak even een vouwblaadje. Ik ben er uiteindelijk 6 nodig. Dus ik vouw hem dubbel. Even een trucje, dat scheelt met knippen. Muntje erop. Omtrekken. Uitknippen. En je plakt hem in het midden. Nou, ik had er ook al 5 gemaakt. Dit is mijn laatste. Ze willen ook nog aan elkaar. Dus de puntjes moet ik nog even naar de achterkant vouwen. Ik vouw de punten naar de achterkant. Dat zijn de punten waar ik ze straks mee vastplak. Nou, hoe doe ik dat?
lijm erbij. Ik doe de lijm op de punt. Ik plak ze volgens een dobbelsteenstructuur. Als ik goed kijk, heb ik nu een zwarte onderkant, een zwarte bovenkant. Roze voor, roze achter. Groen aan de zijkant. Dus deze groene wel hier. Puntje tegen het andere puntje. En ik zet er even een wasknijper op, want anders moet ik het heel veel, al die puntjes vasthouden. Als dit straks droog is, haal ik de wasknijpers eraf en gebruik ik ze weer voor de volgende. Hier plak ik hem vast, de groene puntjes eraan vast, andere kant ook. En bij de laatste bevestig ik even een lintje of een touwtje, zodat ik uiteindelijk de kusudama ook heel erg mooi kan ophangen. Heel veel succes allemaal!